Hedy en Jasper hebben een lijpe villa. Oké, Hedy en Jasper. En elk jaar geven ze in die lijpe villa een super groot feestje. Dus dat deden ze dit jaar weer. En ze hebben allemaal familie uitgenodigd en allemaal vrienden naar hun feestje. Kijk, daar zijn hun familie en vrienden. En Jasper, ja, vond het super leuk om hun weer allemaal te zien. Gewoon al die vrienden en familie vonden ze super leuk om weer te zien. Maar toen in de avond was er opeens een ongelukje. Oh nee, wat is er gebeurd? Opeens was namelijk, ging de licht uit. Opeens ging de licht uit. Zoals je ziet, de lichten zijn uit. Oh nee. En ze hoorden opeens een vrouw huilen. En die vrouw huilde. En die zei, mijn ketting is gestolen. Mijn ketting is gestolen. Maar wie heeft de ketting gestolen, dames en heren? We zien hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personen. Maar wie van deze 7 personen heeft de ketting gestolen? Oké, dat linker meisje, ja, die ziet er een beetje uit van, ja, alsof ze een beetje aan de fluiten is, weet je wel. Zo, woef, 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 ik heb niks gedaan. Dus ik denk ook persoonlijk dat zij niks gedaan heeft. Die andere persoon ziet er ook niet heel gestrest uit, die daarnaast staat. Daarnaast staat het meisje die aan het huilen is, waarvan de ketting is gestolen. Dus ik neem aan dat die haar eigen ketting niet gestolen heeft. Daarnaast staat iemand die haar aan het troosten is. Het zou kunnen, maar ik denk het niet. Daarnaast staat een man met een baard. Ja, weet je, ik vertrouw gewoon mannen met baarden. Zeker weten. Dus die heeft hem ook niet gestolen. Maar daarnaast staat een vrouw met blond haar, een rode trui en wat zie ik in de linkerhand? Is dat een ketting? Volgens mij zegt dat wel genoeg. Ze heeft letterlijk de ketting in de hand. Weet je, misschien is het haar eigen ketting, maar het lijkt me wel heel toevallig. Ik denk dat de mevrouw in blond de ketting heeft gestolen. Want ze heeft hem letterlijk in de handen. Even kijken of dat het juiste antwoord is. En ja hoor, kijk eens aan. Dit was wat ik bedoelde. Ze heeft de ketting in de hand. Oftewel, zij heeft hem gestolen. Raadsel 1 opgelost, dames en heren. Laten we snel doorgaan naar de volgende. En bij dit raadsel moet je de verschillen vinden. Ja, want één van deze smileys is anders. Maar welke van deze smileys? Zo, ik moet echt zoeken. Je hebt dus niet alle tijd. Je hebt namelijk maar 3 seconden nog maar. En, oh, ik denk dat ik hem heb. Midden en dan onder. Ja, die bedoelde ik. Ja, die bedoelde ik oprecht. Dat was degene die anders was. Oké, laten we er nog één doen. Oké, hier opnieuw. Eén van deze doodskopjes is dus anders. Ik zie alleen maar dezelfde. Ik zie echt oprecht alleen maar dezelfde. Waar is diegene die anders is? Oké, dames en heren, we hebben nog maar een paar seconden. Oh, ik zie hem, ik zie hem. Op de derde rij. En dan de tweede, die heeft zeg maar niet die, die botten. Ja. Ja, dus die is anders. Kijk jongens, makkelijk. Easy peasy, lemon squeezy. Bap, ja, ik had hem. Ik had hem al goed. Oké, laten we er nog één gaan doen. Eén van deze afbeeldingen is dus anders. En zo, deze is wel even wat lastiger. Zeg maar, ik zie gewoon alleen maar die persik emoji. Wat is dit nou weer? Wat, hè? Of is dit de persik emoji? Wat? Ik moet daar niet over nadenken wat voor een emoji dit is. Oh, wow, ik zie hem opeens. Ja, de allereerste, dames en heren. Ja, kijk, die daar, ja, die is anders. Die heeft er in plaats van 2, heeft hij er 3. Oké, laten we er nog één gaan doen. Ik zie allemaal vrouwen in een rood jurkje. Maar één van die vrouwen is blijkbaar anders. Ik ben te laat. Ik ben te laat. Oh my god. Oh, ik zie het al. Ja, zij had zeg maar een ander soort kapsel. Zo, deze ging echt veel te snel. Deze was te moeilijk voor mij. Had jij deze wel goed, dan ben je heel erg slim. Oké, laten we er nog eentje doen om het af te leren. We hebben hier allemaal kerstmannetjes. Maar één van deze kerstmannetjes is anders. Zo, ik probeer echt heel goed op te letten welke het is. Ik kan het niet, ik weet het niet, ik krijg stress. Oh, ik zie het. Eentje heeft geen takken. Eentje heeft geen handen, zeg maar. Die takjes. Ja, kijk, die daar. Ja, let's go. Oké. Ik had er eentje uiteindelijk niet gevonden. Dus ik vind persoonlijk dat ik het nog wel best wel... Ik heb het best wel goed gedaan, laten we wel eerlijk zijn. Laten we doorgaan naar het volgende raadsel. En bij dit raadsel moet je iets vinden wat, ja, eigenlijk gewoon niet kan. Dus iets in dit plaatje is onmogelijk. Mogelijk. Dat kan eigenlijk gewoon niet. En wat dat is, probeer ik even voor te stellen. Ik zie een kerstboom. Ja, het sneeuwt, dus het kan. Tijdens kerst sneeuwt het wel vaker. Ik zie een mooie sneeuwpop. Ja, dat klopt ook wel, want het sneeuwt. Oh, ik zie het opeens. Er zwemmen vissen daar door het raam. Dat kan niet. Zeg maar, nee, dat is onlogisch. Ja, precies dat. Dat kan niet. Dat kan oprecht niet. Vissen door. Heb jij ooit in je leven vissen zo zien zwemmen bij een raam? Ik denk het niet. Nou, nu weet je een beetje hoe het werkt. Laten we doorgaan naar de volgende. Want hier is opnieuw iets dat niet
klopt. Ik vind het heel erg lastig. Wat klopt hier dan niet? Zeg maar, het ziet eruit alsof alles gewoon klopt. Ik zie gewoon mensen een sneeuwpop maken. Ik zie een hondje spelen in de sneeuw. Ik zie van alles wat gewoon klopt naar mijn mening. Oh, ik zie het opeens. Oké, deze is wel heel opvallend. Ik ga het niet voorzeggen, oké? We hebben nog even de tijd. Nummer 3, 2... 1. En het is het meisje. Het meisje heeft letterlijk een slang om de nek. Ja, misschien dacht je in je onderbewustzijn dat het een sjaal was. Maar dat is heel duidelijk een slang. Oké, we hebben hier opnieuw zo'n raadsel. En laten we gaan kijken of we hier iets kunnen vinden wat niet klopt. Oké, dit is blijkbaar een super moeilijke. We zien hier namelijk een soort van klein winterdorpje of zo. En ik zeg je eerlijk, ik vind het nu al lastig. Wat klopt hier niet? Je ziet gewoon mensen skiën, snowboarden. Dat is wat je doet in zo'n dorpje. Dus dat klopt sowieso. Je ziet allemaal bomen. Daar ligt ook sneeuw op. Dus dat klopt ook. Huh? Wat klopt hier niet? Zeg maar, die mensen links, die zitten gewoon lekker drankje te doen. Dat doe je ook natuurlijk. Après-skiën, dat hoort er ook bij. En daar linksonder zitten mensen ook een drankje te doen. Wat klopt hier niet? Ik word echt gek, ik kan hem niet vinden. Oh, ik ben heel erg benieuwd wat het is. Maar ik wil het gewoon zelf vinden. Zeg maar, ik weet wel precies wat jullie nu denken. Jullie denken allemaal nu van, Mick, hoe kan je dit nou niet zien? Ja, ik kan het oprecht... Ik weet het niet. Ik weet het oprecht niet. Ik zit oprecht nu echt gewoon goed te zoeken. Maar het lukt me gewoon niet. Nee, ik weet het niet. Ik weet het niet. Alles klopt hier naar mijn mening. Alles klopt hier. Wat klopt er niet? Laat het zien. Deze was echt moeilijk. Ja, bloemen kunnen natuurlijk niet bloeien in de winter. Dus ja, dat kan niet. Ja, dat klopt. Maar misschien waren het nepbloemen, weet je? Dat is ook toch een ding tegenwoordig, nepbloemen. Ik dacht, ja, het zou kunnen. Het zou gewoon nepbloemen kunnen zijn van de IKEA. Ik zeg je, ja, Oké, dames en heren, laten we nog één raadsel gaan doen. En ik vond die zoek de verschil raadsels vond ik wel heel erg leuk. Dus laten we daar gewoon nog eentje van doen. Ja, we hebben hier allemaal duimpjes. Maar één duimpje is blijkbaar anders. Ondertussen dat je dit raadsel kijkt, doe even een duimpje omhoog. Want één duimpje is anders. Weet je wat? Als jij kan vinden welk duimpje anders is, doe dan een duimpje omhoog. Dat vind ik een leuke. Ik ben heel benieuwd hoeveel mensen dit kunnen vinden. Want het is eigenlijk best wel makkelijk. Ik zie hem namelijk echt meteen rechtsonder. Dat duimpje zit verkeerd om. Ja, laat maar zien. Ja, precies die. Ja, die was anders. Dat was best wel een makkelijke. En weet je wat ze altijd zeggen? Je moet op je hoogtepunt stoppen. Dus hé, laten we stoppen met deze video. Ja, dit waren dus raadsels. Hoeveel van deze raadsels kon jij oplossen? Laat het even weten in de reacties. Wil je dus vaker dit soort video's zien? Vaker raadselvideo's? Doe dan een duimpje omhoog. Ik heb al vaker raadselvideo's gemaakt, maar dat was alweer een tijdje terug. Dus als ik dit terug moet brengen, duimpje omhoog. Nogmaals. Klik ook snel op deze video als je dus een oude raadselvideo van mij wilt zien. Ja, hier los ik dus ook raadsels op. En jij kan zelf meedoen. Dus hey, klik snel op deze video. Ik moet wel heel eerlijk zijn. De raadsels in deze video zijn wel iets moeilijker. Dus hey, ik weet niet of je dat aan kan. Maar hey, dat kom je achter als je erop klikt. Vergeet niet te abonneren. Dan mis je geen enkele video. Want ik upload elke dag om 6:30. En dan zeg ik, Mick out.